Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een nieuwe review slash unboxing voor jullie. Mijn pakketje is binnengekomen die ik een paar dagen geleden had besteld. Het is een microfoon, het is de Define USB 1. Ik had even snel een microfoon nodig, dus ik dacht, nou, deze is wel aardig. Oké, qua kwaliteit-prijsverhouding. Ja, het is gewoon een hele goede microfoon, denk ik. Ik ga hem nu unboxen voor jullie en dan zie ik jullie zo weer. Let trouwens niet op dit rare plekje dat hier zit. Vraag me niet hoe die daar is gekomen. Ik heb hier de doos staan. Ik heb het pakje trouwens besteld bij Boxshop. Boxshop is echt een super chille site. Alle dingen die met audio te maken hebben, kan je daar kopen. Dus ik heb deze microfoon daar ook gekocht. Super chille service. Je kon zelf kiezen welke dag je wil laten bezorgen. Ja, gewoon super chill. Laten we hem gaan uitpakken. All you need to live fine, to live fine. A little sunshine, cause you need it. Oké, de doos is nu open. Dus je ziet, zit er een briefje in. En dan zie je heel veel van dat leuke plastic spul. Dat hebben we ook allemaal niet meer nodig. Dan zie je de twee pakketjes. Hier heb ik de microfoon. Hier heb ik nog een statiefje. Er zat namelijk niet standaard een statiefje bij, dus die heb ik er nog even bij besteld. Super chill. Dat was de doos. Nou, die kan dus ook weg. Dit is de doos van de microfoon. Hier aan de voorkant zie je een vrouw die aan het zingen is en USB 1. USB condenser microfoon. Het is gewoon een USB microfoon. De naam zegt het al. De zijkant zie je de microfoon, nog een keer de naam. In de achterkant zie je allemaal specificaties en wat er allemaal bij zit in het pakket. En dan hier zie je nog een keer USB 1 staan. Niet zo heel bijzonder. Nou, we gaan hem nu even uitpakken. Als eerst zie je hier een handleiding waarschijnlijk. Hier staan wat dingetjes in, hoe dingen werken en zo. Dan zie je hier allereerst de USB-kabel. Gewoon mooi van heel stevig plastic eromheen. Dit is de aansluiting voor als je een statief hebt. Hiermee kan je hem daaraan vastmaken. Dat ga ik dus straks ook doen. En als allerlaatst heb je hier de microfoon zelf. Het zit mooi in plastic gepakt. En hier is hij dan, de microfoon. Hij is best wel klein, ik had hem eigenlijk groter verwacht. Voor de rest is het niet zo bijzonder. Hij is een beetje goud-zilverachtig. Die aan de onderkant de USB-aansluiting. Voor de rest zit hier in de doos eigenlijk helemaal niks meer. Alleen van dat piepschuimspul. Dus dit was dan de microfoon. Dan hebben we hier het statiefje dat ik er nog bij had besteld. Het is van Inox. Gewoon een klein staand statiefje. Ik heb namelijk een bureau waar geen tafelarm aan kan. Ik moest wel even een andere oplossing denken. Dus ik heb deze erbij besteld. Als je hem open doet, is eigenlijk niks bijzonders, zoals je zult zien. Alleen maar het statiefje, voor de rest zit echt letterlijk niks in de doos. Het statiefje zit hier in plastic. En dit is hem dan. Het is gewoon een klein statiefje. En je kunt hem ook hoger en lager doen. Nou, dit was wat ik allemaal had besteld. En nu ga ik alles in elkaar zetten en dan zie ik jullie zo weer. A few moments later. Ik heb hem nu in elkaar gezet. Hij staat nu hier voor mij. Jullie horen nu het geluid. Ik vind het zelf best wel goed klinken. Ik heb het net ook uitgetest. Voor deze prijs is het echt hele goede kwaliteit. Dus jullie gaan nu vaker deze kwaliteit horen in de video's. Dit was de video. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vergeet vooral niet dat blauwe duimpje omhoog te doen als je de video leuk vond. En niet te abonneren hieronder als je dat nog niet had gedaan. En als je nu toch bezig bent, en vergeet dan niet op het belletje te klikken. Dan blijf je altijd op de hoogte van alle video's die we uploaden. Tijdens het editen kwam ik erachter dat ik iets was vergeten om te zeggen. En dat is dat ik nog een plopkapje wil gaan kopen. Maar dat is zeker een tip voor jullie allemaal. Het is een super goede microfoon voor als je niet super veel geld wil uitgeven aan een microfoon. Maar de P's die klinken niet zo heel goed op deze microfoon. Echt zo heel lelijk. Dus als tip geef ik jullie mee om echt een plopkapje te kopen. Maakt niet uit of hij heel goedkoop is of echt een hele dure. Het gaat erom dat je een plopkapje koopt. Dat wilde ik nog even zeggen en dan gaan we verder met de video. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later. In waves, I buy my time by the